U noemt het recreatiewoningen. Ik noem het altijd, je tweede huis moet het zijn. En hier ook hebben we echt helemaal geprobeerd, ook omdat het in hout is, om eigenlijk een tweede huis te maken. Wat eigenlijk meteen het gevoel geeft, het is mijn eerste huis. Al het comfort zit erin. Want de meeste huizen die ik zo zie, die in parken staan, daar heb ik altijd het gevoel, het is een vakantiebungalowtje of bijna een opgeknapte caravan. En we hebben hier echt geprobeerd om woningen te maken. En wat kost nou een Jan de Bouvry villa? Nou, onze instapmodellen, dat zijn eigenlijk de bungalows die we nu zeg maar gebouwd hebben, die zijn verkrijgbaar vanaf 180.000 euro. Maar dat is inclusief de grond die erbij hoort, een kavel van ongeveer tussen de 400 en de 500 meter. En inclusief BTW, zeg maar alle kosten, inclusief inrichting, turnkey. Nou ja, ik moest de eerste keer meelopen. Ik haat lopen, maar ik heb toen een hele dag gelopen door die parken. En toen was ik meteen overtuigd. Zo mooi, gewoon om mooie huisjes midden in dat bos neer te zetten. En geen gecultiveerd gedoe. Nou, er zijn nog andere parken, daar is ook water bij. En ik was meteen geïnspireerd. En dat het ook niet een opdrachtje was van één of twee huizen maken. Maar we zijn nu alweer bezig met nieuwe types te ontwerpen. We zien deze markt nog steeds als een groeimarkt. Zeker ook in de crisis. Als we kijken naar onze gasten, zullen ze wellicht eerder geneigd zijn niet naar de verre landen af te reizen. Maar toch te besluiten om ook in ons eigen land te recreëren, te verblijven. Ons model bestaat uit een tweetal verdienmodellen. Het eerste verdienmodel is dat de mensen bij ons de woning huren. Het tweede verdienmodel is dat die verhuurinkomsten kunnen worden verkocht aan een particuliere belegger op basis van een 6% vast gegarandeerd rendement voor een periode van 5, dan wel tot 10 jaar. En dat product dient zich aan, ook in de crisistijd. Het is natuurlijk een prachtig gebied hier, België en Nederland.